De Dorpsvriendelijke Kerk die is ontstaan als een schuilkerk. En die is later uitgebreid. In 1684 kreeg men toestemming van de graaf van de heerlijkheid Almelo-Friezenveen om een schuilkerkje te mogen bouwen. Achter een woning op een grote straat. Dat kerkje was dus een zaal achter dat woonhuis. En in 1736 kreeg men toestemming om de woning ook bij dat kerkje te betrekken. En midden 1700 is dus die kerk uitgebreid en heeft hij zijn huidige vorm zoals hij nu is. Dus de voorgevel die is opgetrokken uit Riesense mappen en dat in een rococo-stijl. Er is een tongewelf eerder gemaakt, de lambriseringen zijn weggehaald en opnieuw, toen is een complete renovatie geweest. Maar toen heeft het ongeveer de vorm gekregen zoals het nu is. En in 1791 kreeg men toestemming van de graaf om ook een orgel te mogen plaatsen. En dat is in 1792 waar dat gerealiseerd. Dus ik vermoed dat de doopsgezinden ook wel eens ondeugend zijn en al stiekem aan het bouwen waren. Dat orgel dat was er al voordat het toegezegd was? Nou, ik heb zo'n bruin vermoeden. Maar zeker weten doe ik het niet. Nee. U bent zelf ook doopsgezind en ja, wat... Ja, dat willen we toch wel graag als Almeloers weten. Wat houdt dat een klein beetje in? Nou, doopsgezinden is een hele verscheidene, een hele diverse groep. Wereldwijd noemen ze ons Mennonieten. Maar doopsgezinden die zijn tegen kinderen, die kennen geen kinderdoop. Willen over het algemeen het wapen niet dragen. Vroeger zei men, we willen de overheid niet dienen, omdat die het zwaard hanteert. En doopsgezinden die worden aangenomen of die kunnen gedoopt worden op eigen belijdenis. Dus hoe je erover denkt, zet je papier. En ik heb dat ook wel eens aan een klasje reizenaren, mag ik dat zeggen? Reizenaren, die kwamen hier en die moesten wat weten over de bouwstijl van het orgel. Of van de kerk. Nou ja, goed dan. Komen hier zo'n stuk of 10 van die pubertjes, allemaal meisjes. En die vroegen ook wat die doopsgezinden nou eigenlijk geloofden. Ja, nou heb ik hetzelfde verhaaltje verteld. En toen zei dat ene meisje, maar als je allemaal verschillende ideeën daarover hebt, krijg je dan geen ruzie, zei ze. En dat vond ik een intrigerende opmerking. En ik zei, nee, daar word je alleen maar sterker van.